En dan gaan we nu samen op zoek naar een man met de naam Reda of Redo. Hij is een van de mannen die wordt gezocht voor de afpersing van een ouder echtpaar. Aan de ene kant van de Drielse dijk stroomt de Rijn. Aan de andere kant ligt het dorp Driel, vlakbij Arnhem. Aan de Vogelenzangse straat net buiten het dorp woont een ouder echtpaar. Allebei zijn ze rond de 80. We hebben altijd boerderij gehad. 20 jaar op de boerderij geweest en 34 jaar wonen we naast de boerderij. Tot volle tevredenheid, kan ik zeggen. We zijn door de jaren heen zijn wij deelgenoot geworden van enkele BV's. En we verhuren panden en kamers. Op donderdagmiddag 10 september is de dame alleen thuis. Haar man is kaarten met vrienden. Rond 3:30 die middag komen er 2 mannen aan de deur. De bel ging bij de voordeur. Die heb ik opengemaakt en daar stonden 2 jonge mannen op de stoep. Ik kende ze niet en zij vroegen naar mijn man. Goedemiddag, waar moet u uw man spreken? Ik heb gezegd dat hij tegen de avond wel thuis zou komen. Maar mevrouw, waar moet u nu echt uw man spreken? Ja, die is er niet. Zij begonnen over een conflict wat ze hadden met een huurder van ons. En dat ging hun veel geld kosten. Daardoor wilden ze geld van ons. Ik vond het een raar verhaal, want ik heb ook gezegd, wij weten hier niks van. Toch eisen ze geld. Anders krijgt het echtpaar er spijt van. Je moet echt onder ons blijven, anders gaan hier binnenkort handgranaten door de ramen heen. Ja, hallo! Ik heb ook tegen hem gezegd, ben jij helemaal gek? Je staat mij hier te bedreigen voor iets waar ik niks van weet. Die andere jongen die daarbij was, die kwam zo bij me staan en met een hand op mijn schouder en zei van, och moedertje, je bent bang. Ik zei, nee, ik ben niet bang. En ja, zei hij, ik heb ook een moeder en we zijn allemaal kinderen van God. Toen heb ik briefje gehaald met het telefoonnummer erop. Dat heb ik ze gegeven. Na het dreigende gesprek, dat een kwartier duurt, zeggen ze later die middag met haar man te bellen, zodra die weer thuis is. Hier is het nummer, dan kunt u mijn man spreken. Nadat ze weggereden zijn, heb ik onmiddellijk onze zoon opgebeld. En in overleg met hem heb ik de politie gebeld. En met een uur waren hier 2 rechercheurs in huis. Koelbloedige reactie van die dame. Bizarre situatie natuurlijk. Een afpersing, dreigen met handgranaten. We hebben contact met meneer Strijbels in Apeldoorn. Een van die afpersers heeft later die man inderdaad gebeld. Ja, die man heeft inderdaad contact gezocht met het nummer dat deze mevrouw ook al op een briefje had geschreven. Nou, toen waren mijn collega's al ingeseind en we hebben het echtpaar geïnstrueerd om een nieuwe afspraak te maken met de afpersers, zodat ze het geld wat zij eisten konden overhandigen. En die afspraak is ook gemaakt voor de volgende dag. Dat was op vrijdag 11 september op de parkeerplaats van de McDonald's bij het Gelredome in Arnhem. En dat was natuurlijk eigenlijk een soort valstrik. Ja, op dat moment stond er ook een onopvallend arrestatieteam klaar om te kijken wie dat geld zou komen ophalen. Uiteindelijk verschenen er 3 mannen van wie er 1 dat geld wilde pakken. Ja, mijn collega's zijn toen gelijk in actie gekomen en hebben alle 3 de mannen aangehouden. En waren daar dan ook die mannen aan de deur bij? Nee, op die parkeerplaats hebben we 2 mannen van 18 en 1 van 37 aangehouden. Alle 3 afkomstig uit Arnhem. Nou, zij zitten nog altijd vast, maar het waren dus niet die mannen die een dag eerder, donderdag 10 september, die vrouw bij haar woning in Driel bedreigden. En naar hen zijn we nog op zoek. Het gaat dus om 2 mannen, zo rond de 25 jaar oud. Volgens het slachtoffer hadden ze een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Ze spraken beide correct Nederlands. En opvallend was dat de ene een stuk langer was dan de ander. Hier nog wat kenmerken van die langste. Dat was een man met een wat gezet en fors postuur. Hij had 10 september een ringbaardje. Zijn zwarte haar zat achterover gekamd en hij droeg een grijze blouse. En de kleinere afperser dan, die droeg die dag een spijkerbroek en een trui met een rood embleem. En meneer Strijbels, we weten mogelijk hoe die kleine heet. Ja, en ons onderzoek is naar voren gekomen dat die kleine man mogelijk Reda of Redo heet. Ja, en verder lijkt er een link te zijn tussen de plaats Culemborg en deze 2 afpersers. We hebben concrete aanwijzingen dat in ieder geval 1 van hen, misschien wel allebei, uit die omgeving komen. Ja, en verder heeft de dame uit Driel gezien dat die 2 afpersers op de dag van de afpersing reden in een kleine witte auto.
Ze heeft niet het merk en type onthouden, maar wel een deel van het kenteken, namelijk SF14. Nou, meneer Schrijbos, dat zijn hele mooie concrete aanknopingspunten. We gaan kijken of we kunnen helpen. Goed, belangrijkste aanknopingspunten ziet u hier. Die naam, Reda Overedo. Iemand van een jaar of 25, die linkt naar Culemborg en de informatie over die kleine witte auto. Heeft u informatie voor het team? Tip dan nu. Als u liever anoniem wil blijven, kan dat natuurlijk ook bij M op 0800 7000.